spijkbuiskindertjes. Ik ben een klein beetje emotioneel. Zo waar even. Nou is het niet zo dat de tranen hier door de straten stromen, nee, maar ik vond het wel even jammer dat ze weggingen. En het feit dat ik dat hier om 1:30 nog zat te vertellen met een bouwlamp in mijn gezicht. De lift is mede mogelijk gemaakt door Piet. Piet, hartstikke bedankt. En Dokus. Piet en Dokus. Dank jullie wel. Wij gaan nog even pitten. Kijk Robert. Dat je elke keer zo hard werkt. Wacht, heb je de koffie, juf. Jan-Jan zo vond toen in Parijs. Pak dit daar de eerste prijs. Het was genieten van de jongen. De Tour de France. De tijd van mijn leven. Luister naar mijn radio. Even pissen. Thanks. Kappen nou, man. Ik help je gewoon een beetje. Nee, gisteren hebben we ons nog even gezellig gemaakt met onze vrienden, ja. Voordat ze gingen. John, wat voor dag is het vandaag? 14 juli, 14 juillet, de nationale feestdag. Zeg me helemaal niks. Het begin van het Frankrijk waar jij vandaag de dag nog zoveel geniet, jongen. Koude. TDF'je. Mooi. Heel mooi. Die zon nu ook nog een beetje op staat, daar ligt hij weer. Slaat weer, hè? Ja, hij doet niks anders, joh. Je hebt er niet zoveel aan, hè, op deze manier. Nee, maar ik doe gewoon mijn ding. Ja. En hij profiteert. Er is hier in La Pierre Saint-Martin heel weinig te beleven. Het meest spannende wat hier is het lokale mannenkoor. Jean-Paul? Ja? Ik zie een kaart op de achterkant van de kant. Zal ik even voor een Erwin Krol momentje gaan? Nu is het zaak voor ons om straks in Cauterets aan te komen. En dat lijkt heel dichtbij, alleen dat is hier met al die bergweggetjes nog steeds meer dan 100 kilometer. Lange aanloop. Wat? De etappe van vandaag? Hoe lang? Ja, een kilometer of 143 met wat kleine puistjes, kleine klimmetjes. Okay. En dan gaan ze los vanaf hier, vanuit het dorp, gaan ze omhoog de Col de Soudel. Hier zitten wij nu, in Arret. Ja. En dan gaan ze omhoog richting La Pierre Saint-Martin. Oorcategorie, je weet wat dat betekent, Len. Ja, lekker lang. Buitencategorie, dankjewel jongen. Hey, wil jij nog wat kaas bij je vliegen, Len? Je ziet gewoon, iedereen staat hier uren te wachten. Maar die mensen staan hier gewoon in 35 graden gewoon volle bak te wachten op iets wat nog lang niet komt. Ja, nu inmiddels wel. Nog een kilometer of drie, dan komen ze eraan. En dan 10 seconden en dan zijn ze weer weg. Het is onbegrijpelijk. Quintana. Quintana, jij dat? Ja, een Fransman. Geen idee. Oké. Okay. Mag. Ik denk Nederlander. Och, ik heb weer. Komen ze aan, hoor. Dus ik weet niet of u nog plek heeft. Een plek voor wat? Om in Cauterets te komen, een plek in de auto. Nee, wij wonen hier 10 kilometer van. Oh, mooi zeg. Van ons drieën zat ik er toch het dichtst bij met Quintana. Ik vond het best knap om dezelfde in Nederland te zijn. Maar dat zeg je elke week, dus elke week, elke dag. Wat gaan we doen? Liften. Naar Cauterets. Als we dat nog halen. De etappe is nog bezig, jongens. Ik zeg even hoe introduceren op camera. Nou, jongens, we stonden nog geen 2 minuten langs de weg. En toen stopte voor ons de lieftallige Marie Genevieve. Die... Bonjour Marie. Bonjour. En die wil ons een stukje meenemen, dus dat is helemaal top natuurlijk. We zijn na 30 seconden stop. Het schijnt hier heel normaal te zijn, omdat hier heel weinig vervoer is tussen de plaatjes en zo. Een soort service. Encore une fois. Au revoir. Bedankt, hallo. Nou, we zijn afgezet in Oloron Saint-Marie. Nu verder richting Cauterets. Tuurlijk, nu ga jij dit natuurlijk weer zo snijden dat als we over 2 uur nog geen lift hebben, dan krijg ik het op mijn bord. Dan heb ik schijt.
Oloron Saint-Marie, waar wij net hebben gestaan. En daar heeft Julien van Sportza Radio, die is zo vriendelijk geweest, om ons een eind mee deze kant op te nemen. We zijn hier neergestreken in L'Estel Betaram. Als u het thuis wil opzoeken op de kaart, doe het niet, want je vindt het niet. Maar het is hier wel echt... Het is hier fantastisch. Ik denk wel dat dit het mooiste plekje is waar we Wij zijn hier neergestreken en we gaan ons tentje hier neerleggen. Dit is wel het mooiste plekje waar we ons tentje tot dusver hebben neergegooid, denk ik. Ja, laten we het daarbij laten. Morgen gaan we verder naar Cauterets. Ja, maar dat hebben we ook al geregeld. 5 uur wekkertje, 6 uur vertrekken hier, 7 uur op de streep. Hey. Nou ja, een paar uurtjes slapen, prima. Fijn, tot morgen. Tot morgen.